Hoi lieve tweelingzielen, welkom bij de maandreading voor tweelingzielen in nabijmissie, maand maart. Dit is weer fantastisch. Ik zal de leidraad verklappen, dat is de dwaas, het is een nieuw begin, het begint weer bij nul. En als je de readingen gevolgd hebt, dan weet je dat we naar een voltooiing hebben toegewerkt. Dat er nog een aantal dingen moesten gebeuren. Er moest nog een, bij het mannelijke, de mannelijke energie moest er een uiterlijke transformatie ook nog plaatsvinden. Letterlijk jezelf verplaatsen naar en ergens van weggaan en de deur achter je dicht trekken. Het zij bij een baan, een werkgever. Het zij bij een relatie, het zij een woning, maar het was vooral ook op financieel gebied. De laatste weken. Ja, en deze maandreading sluit daar zo fantastisch wonderlijk weer op aan. En als je terugkijkt, hè, en als je de readingen besteld hebt, dan kun je die onbeperkt terugkijken. Dan zou je eigenlijk voor de gein de maand maart of februari is terug moeten kijken. En dan vervolgens de weekreadingen die daarop hebben gevolgd. En dan klopt het allemaal zo ontzettend. Dat het dan echt ook je gaat helpen om het goddelijke, de goddelijke guidance, de goddelijke leiding echt te gaan vertrouwen. En dat je er nooit meer aan twijfelt. En dat je het ego geen kans meer geeft om daar aan te twijfelen. Want ook deze reading weer, die zal jou daarin bevestigen. En vervolgens gaan we natuurlijk weer dat checken met, of checken, niet ter controle, maar worden we in die maand weer met de weekreadingen geleid door het universum. Ik ben daar de opgestegen meesters en de engelen zo ontzettend dankbaar voor. Zo belangrijk om in die overgave te zijn, om het ook echt die leiding echt te voelen. En die onvoorwaardelijke liefde die je van het universum krijgt. Echt, ja, zo ontzettend bijzonder. Oh ja, ook nog heel grappig. Hier vielen ik dacht op het laatst. Van, ik wil toch nog een extra informatie. En er vielen drie kaarten uit. En ik dacht, nou ja, dat is too much. Dat was mijn... maar nee, ik keek en ik voelde, oh god nee, ze moeten alle drie. Ze moesten alle drie eruit komen. En hoe bijzonder zijn deze drie. En die jou ook weer meer in het vertrouwen zullen brengen in dit proces. Of deze maand, de uitkomst van deze maand nu echt voor jou geldt, of niet, dan geldt het wellicht een fase later. Dat maakt niet uit. Voor iedere tweelingzielstel geldt goddelijke timing. Helemaal afhankelijk van waar jij bent in je helingsproces. Dus super belangrijk ook om dat te weten. Waar sta ik in dat helingsproces? En daarvoor verwijs ik je toch ook echt naar de weekreadingen voor tweelingzielen, soulmates tweelingzielen in helingsproces. Want het ego wil nog wel eens een spelletje met je spelen om je te laten geloven dat je al klaar bent. Of al klaar bent ook voor de hereniging, terwijl er onbewust nog blokkades zijn. Dus, het is maar een tip. Persoonlijke reading is natuurlijk helemaal duidelijk. Want dan krijg jij echt specifiek voor jouw situatie van het universum via mij als kanaal te horen waar nog bij jou een blokkade zit. Om helemaal samen met je tweelingvlam te kunnen beginnen aan een nieuw begin. Prachtig. Ik laat het hierbij. Want de reading. Ik verwijs je naar de reading. Want hij is zo mooi. Hij is zo mooi.
En je kunt het echt vanuit je hart voelen als je de andere readingen hebt gevolgd, dat dit weer een prachtige aansluit op de vorige maand, de maand daarvoor, de weekreadingen. Het is, ja, met het universum kan alles. Alles. Heel veel kijkplezier en geniet ervan. Veel liefs. Bye.